mensen van Anticompilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom video. Vandaag is het een soort van halve video, omdat ik een deel van de oorlog van afgelopen weekend er nog in wilde. Afgelopen weekend, of is dat nou al twee? Ik weet het niet. Volgens mij afgelopen weekend. Maar ik wilde die er nog in doen en dat komt dus in deze Kingdom video. Aan de andere kant ga ik ook eventjes een deel van de muur laten zien. Ik zal nu eventjes laten zien een paar stukjes van de oorlog op het veld. Het was niet echt een oorlog, daarom laat ik het ook zien in een andere Kingdom video, want het stelt vrij weinig voor. Dus dat ga je nu zien en dan ga ik dadelijk verder met de echte Kingdom video. Omdat ze allemaal de groep volgen. Fuck. Oh shit! Waar? Ik liep terug naar jou, een heel adamantium is hier. Oh. Waar zijn ze? Naar zuid. Ik werd er niet. Yo, boys! Boys, volg ons gewoon naar zuid toe, oké? Okay? Ja, kom hierheen. Ik loop hier met Tim. Niks GG, donder op met je GG. Wat blijft volgen? Ja, kom buiten in die hoofdstad, maar dan is het feest. Is dit het, boys? Ja. Oké, good luck, guys, niet doodgaan. Succes. Ik zie ze wel. Ik zie de hele grote één, joh. Ja, MVOR. Ja, 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 ja. Pakken, Mark, pakken. Hij is achter van mij. Ik zag pak zo'n broek. Jongens, pak. Als ik die deal pak, ja, hij draait. Oh, van schiet. Ja, hij gaat erin, Pak MPLR. Ja, ik heb hem. Ik pak hem. Jan en ik pakken het op. Om duren. Pak hem. Ik krijg dat voor elkaar om de hele groep gewoon compleet kwijt te raken. Oh, 4 AP, 4,5 AP. Iemand, gooi water op. Yes! 2,5 AP, 2 AP. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Chi. Ik heb hem. Ik ben niet meer. Mark, ik heb hem! Mooi, maar ik ging bijna dood. Wij hebben dus Max ook weer. Door al het vuur. Yes! Dat was weer de code. Yo, zijn jullie richting zout gelopen? Jan, we hebben hem even mooi gepakt. We zitten in een 1-bij-1 gat, Mark. Welke mogolen gaan er ook inspringen? Jongens, hier, er moet nog iemand die hier gaat weghakken. All those influence. Waar zitten ze eigenlijk? Kan iemand me eruit? Waar zitten ze eigenlijk? Zitten ze hier boven? Oh ja, Doc. Doc is, ja, dood. Iemand met influence, Jerry. Stop gewoon. Ja, waar ben je? Ja, hier. Oh my god. Jer, hak ze eruit. Jij niet, nee, ik heb geen influence. Ja, Aaron is eruit. Ja, thanks. Dus, nu gaan we verder met de echte Kingdom video. Dat is eigenlijk een beetje een kleine updateje van Trintium. Want Trintium is wel cool, maar Mark wilde het nog cooler. En ik zit heel even in fly, want anders kan ik niet goed laten zien wat er aan de hand is. Wij willen zeg maar, Mark wilde, we hebben nu Trintium, dat is dit hele deel. En dat wilde Mark eigenlijk groter hebben. Want die wilde de grootste stad van heel Kingdom hebben. Dus we zijn nu alweer bezig met het vergroten van heel onze shit. Dus er komt één grote, hele grote muur om het Trintium heen. Echt heel groot. Hier komt dus zeg maar een hele grote slotpoort voor de boten die dan open en dicht kan ofzo. Dus dit wordt dan zo'n toren die de poorten open en dicht kan doen. En dan begint hier eigenlijk de muur die echt eindeloos ver doorgaat tot om het Trintium heen. In Trintium komen bijvoorbeeld dorpjes, boerderijen die gewoon los liggen. Nou, dorpjes maar dan zonder muur eromheen. En ik zal eigenlijk even laten zien. Er komen zeg maar random van dit soort huisjes bovenop. En dan een toren daar zo. En de muur die herhaalt zich eigenlijk zo een beetje de hele tijd. En dan met een random soort van torenachtig dingetje erop. En dan weer een toren. En dan et cetera, et cetera, et cetera. En ik ga eventjes naar het stuk toe waar de gevangenis van Tilifia komt. Daar komen de grootste gevangenen van heel Kingdom 2 in vast te zitten. En daar ga ik nu even heen. We zijn aangekomen bij de gevangenis van Tilifia. Nou, dat moet het eigenlijk worden. Hier komen dus gevangenissen in. En het is natuurlijk nog niet af. Maar ik wilde eventjes laten zien waar we eigenlijk mee bezig waren. Dus dit is een deel nu wat we hebben van dit. En dat wordt nog veel beter natuurlijk, omdat het dan af is. Maar zit dan tussen de muur in. En hier wil jij niet gevangen komen te zitten. Dan ga ik eventjes door en dan laat ik eventjes nog voor de rest zien wat er allemaal is gebeurd.
loopt hier zeg maar, dit pad loopt trouwens helemaal naar de Hieverbrug toe. Daar ben ik ook echt, heb ik ook nog nooit laten zien eigenlijk. Trintium blijft wel gewoon het deel binnen de, ja zeg maar centrum Trintium, blijft wel gewoon het deel binnen de houten muren. En buiten de houten muren, daar is de provincie Trintium. Dus dan is het niet zeg maar de hoofdstad Trintium, maar de provincie Trintium. En allemaal random dingetjes, boerderijen, bijvoorbeeld boerderijen. Mark heeft een hele vette boerderij gebouwd, waar ik nu heen aan het rennen ben. Hier komen nog meer boerderijen volgens mij. Dat zal ik ook wel laten zien als het af is, dan kunnen jullie dat de volgende keer zien. Want die boerderijen die zijn allemaal in gebruik en er zitten een paar spelers op die dan zeg maar, die dat zeg maar gebruiken, echt gebruiken. Die fixen dan, die hosselen dan allemaal shit voor ons. Dit is dan zo'n boerderij en er zitten allemaal kippen en koeien en zo. En het is echt heel erg vet, want binnen zijn ook allemaal spullen die ze gewoon hier echt letterlijk gebruiken. Het is heel mooi gebouwd, vind ik. En ik weet niet precies wie deze boerderij bezit, maar het is van binnen ook echt super nice ingericht. En ja, het is gewoon echt best wel chill, want meerdere mensen krijgen zo'n ding. Dus ja, misschien moet je het, ze hebben het wel gekocht gewoon volgens mij. Dus als je het interessant vindt om zo'n ding te hebben, dan moet je het eventjes vragen aan Mark. Want volgens mij zijn nu ook een aantal gasten van Pyrofrost ook zo'n boerderijding aan het maken. Ik ga eventjes nu naar het deel toe, want ja, ik ben bezig. Nou, ik en mensen van het bouwteam zijn bezig met mijn stad. Dus dat is best wel vet. Het wordt echt vet. Het wordt echt vet. Mijn stad wordt zo vet. Ik ben echt hyped voor mijn stad, want het ziet er zo dope uit. Maar ik ga mijn stad pas laten zien als het nut heeft, zeg maar, als het een beetje af is. Ik ga nu een beetje, ik laat nu even zien, dit is het pad helemaal naar mijn stad toe. Dus als je een keer daar wil kijken, dan kan je erheen lopen. Het is dus nog niet af. Er staat zeg maar een poort en een half, nou echt nog 1/10 muur staat er denk ik, van de voorkant. En dan is er nog de brug waar ik heen ga, want die werd ook gebouwd, die is ook nog niet af. Dus daar ga ik nu even heen. Nou, hier wordt de brug gebouwd. Dit wordt, zeg maar, het is de bedoeling dat het een soort van ophaalbrug wordt, omdat er dan, zeg maar, boten doorheen kunnen. Nou, natuurlijk kan deze brug helemaal niet omhoog en kunnen boten ook niet varen in Minecraft. Dus het moest er eigenlijk alleen een beetje op lijken. Maar het wordt wel een heel vet ding. Hij is hem aan het bouwen, Brian van Rossum, en thanks, want het ziet echt dope uit. En het wordt ook best wel vet. Dit pad, vanaf hier tot en met helemaal daar, loopt helemaal naar mijn stad. Nou jongens, dit is eigenlijk wat ik nu wilde laten zien. Volgende keer is er weer iets anders en misschien iets uitgebreider, dieper ergens in te gaan, want dan gaan we wel weer naar een dorp of zo, of iets wat af is. In ieder geval, ik wil je voor nu bedanken voor het kijken en dan zie ik jou in de volgende Kingdom video. Peace!